Donderdagmorgen om 8:30 is in Dordrecht een balkon naar beneden gestort. Dit gebeurde op de bouwplaats aan de Karel Doormanweg. Het gevaarte kwam van de derde woonlaag naar beneden zetten. Twee personen die aan het werk waren raakten hierdoor gewond. Waar zij zich exact bevonden, dat is nog niet bekend. Beide gewonden zijn bij kennis vervoerd naar het ziekenhuis. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dit incident. Ook de gemeente Dordrecht is ingeschakeld. De Karel Doormanweg was lange tijd afgesloten voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.